Wat is op? Deze gaat naar de maan. Hey, letterlijk op de vuur. Spanning, de spanning. Hier komt die, ja, kom! Ja. Oh! Lijkt het ook. En? Ik vertel daar ook iets meer over. Maar dat we in 2007 na een heel zwaar bevochten toernooi in Rusland, dat we ons uiteindelijk kwalificeerden voor de Olympische Spelen. En dan weet je, hey, nog een jaar keihard trainen en dan mogen we. En als je dan ook nog Olympisch kampioen wordt, is het natuurlijk helemaal geweldig. En daar heb ik een kort filmpje van meegenomen, een filmpje van een paar minuten, wat jullie weer even zeg maar, terug in herinneringen brengt van die beelden die je misschien toen de tijd ook nog wel gezien hebt. Geweldige speelster Danielle de Bruin. Missetje van de Meijer. Natuurlijk ook goed ingeschoten. Nu moet Nederland de kans creëren. En misschien is dan de Bruin de schutter. De Bruin! Ja! Danielle de Bruin! Jawel! 9-8! Het zevende doelpunt van Danielle de Bruin! De laatste mogelijkheid met nog 10 seconden. En Nederland houdt ze ver weg van de goal. En het schot in de redding! De redding van der Meijden, nog een keer van der Meijden! Gelooft u in wonderen? Ja! Goud voor Oranje! De Nederlandse waterpolo vrouwen zijn het goud in de Yingdong Metropolium! We gaan even mee. Maar dit was onze tweede gast op zondag, Ruud Bos. En die was zo vriendelijk om wat shirtjes mee te nemen. En ik weet dat deze jongeman toevallig al een pet van Leicester aan de muur heeft gespijkerd. Ook al zei zijn moeder nog zo van, doe maar niet. Maar toch wel. Ja, en waarom Bram geeft wij een shirt van Ruud Bos? Het is een iets ander formaat.